In deze video leg ik jullie uit hoe je werkt met de Shub. Begin met het stabiliseren van het voertuig en zorg dat hij niet kan wegrollen. Positioneer de Shub recht onder de last en plaats het punt van de spreider zo diep mogelijk in de Shub. Zorg ervoor dat de achterkant van de spreider omhoog blijft. Nu ben je klaar om te gaan heffen. Belangrijk tijdens het heffen is dat de last onderstop wordt en de hydrauliekslangen vrij liggen.